Hallo allemaal! Vandaag laat ik je zien hoe je Fae kan krijgen, de nieuwe companion in Star Wars The Old Republic. Ik heb al een Engelse versie gedaan, daar ben ik nu mee ingelogd. Ja, ik klink niet al te best, ik ben verkouden. Ik ben net 2 uurtjes uit bed en ik denk ik wil even een videootje maken. Dus we startten ik op en toen zag ik ineens dat we, deze kunnen vrijspelen. Ik wil je wel een waarschuwing geven. Ik weet niet of ik betalen moet nou. Ik moet even een andere karakter hebben, anders kan ik het niet meer krijgen. Maar ik laat je meteen zien wat je moet doen. Volgens mij is het player bound en niet. En niet account. Dat wil ik ook even uitzoeken. Dus. En anders moet ik even. Ik speel met 4 verschillende accounts. Dus. No problemo. Vier accounts, wat moet je nou met 4 accounts? Nou, mijn kinderen, toen ze nog hier waren, speelden het ook. Die hadden allen hun eigen account. Nu speelden ze het niet meer, dus heb ik die account genomen. Mijn extra vrouw speelde het ook. Dus, ik heb nog een account extra, maar daar speel ik heel weinig bij. We go over here. And then collecting. Oh, I already claimed it. Okay. So, he already has her. Okay, then, it's account, but, for your account is that, dus, it's not bound tot één karakter. En dan gaan we even naar, Starforge! Ja, ik heb, was even verkouden zeggen. Pijn in mijn kop, pijn in mijn keel. Een lopende neus als een gek. Ik weet, mijn zakdoekjes waren op, dus ik heb maar een rol wc-papier gepakt om mijn neus te kunnen snuiten. Die is ook wel bijna op, het was een nieuwe. Waarom ik het doe, ik wil kijken of je met elk level kan krijgen. Ik heb geen level 1, 2, 3, maar... En ik weet dat ik met deze heb ik... Ik heb nog een kartelcoin, het staat niet van, maar volgens mij moet ik hem nog kopen. Catch up. Gaat je 100 coins kosten? Of 250.000. Maar ik doe het liever zo, want ik wil mijn credits wil ik bewaren. Ik gooit altijd in de stash voor al mijn karakters. En claimen. Oeh. Ah, trek. Sorry, ik heb net Engels gelaagd. Jij bent hier. Ja, ik klik op jou. Dan krijgen we de quest. Dat willen we doen. Dan kun je nog een ding kiezen over. Ik zeg mission, bla bla bla. You are currently on the PS5, bla bla bla. Oké, nou, wat houdt dat in? Het is een nieuwe update uitgekomen. De map ziet er nu zo uit. In plaats van dat het hele scherm vult. Het valt misschien niet op, maar als je het zo ziet, dit is de map. Er is geen optie om hem groter te maken. En dan heb ik hierachter mijn minimap, maar daar kijk je nooit op, want het is te klein. Wij gaan... Ik moet shift M hebben, maar niet M. Naar Shada. Met een beetje mazzel ben ik daar al geweest. Ja, ik ben er al geweest. Maar heb ik dat daar vrijgespeeld?
Want dan kan ik hem meteen naartoe teleporteren namelijk. Oh, we kunnen hier niet teleporteren. Alright. Oh, dit zijn allemaal hele oude karakters van me. Wat heb jij hè? Nee, want je hebt wel een Master Runners. Als je niet begrijpt wat ik bedoel, denk er niet over na. Ik zie weer mijn eigen bedrijf. Ik heb een video geüpload hoe je de dingen kan kopen. Als je ze helemaal gekocht hebt, heb je ook een kartelkans voor nodig. Ik zal even een voorbeeld geven hier. Show collected. Dan ga ik bijvoorbeeld naar Flares. Had ik die al? Nou, dat heb ik. Deze. You already unlocked it. Oh, oké. Okay. Maar zoals je ziet, als je die wil hebben, zou ik wel nog een keer moeten kopen. Voor 240. Maar ik heb alleen de dingen die ik wil hebben, heb ik geopend. Want voor de rest, daar heb ik geen zin op. Oh, ik heb blazen die ook. Feeling better? Het is even wennen, ik ben pas level 5 toegekomen. En ik wil dat je die. Oh, oh, oh jij hebt je. Oh, wait. Wacht. Outfitter, wat heb jij aan? Oh shit. Nou, mogen ze, ja. Mis nog iets. Die. Ja. Zo, dan hebben we toch iets. Corrupted command. Ik spel alleen voor rode punten. Dat, daarmee heb ik dit behaald. Ik heb hem gekocht, dat kan omdat ik er gewoon bij level 4 blijf aanleggen. En het gaat tot level 5. Maar dat duurt zo lang. De eerste twee levels zijn makkelijk te behalen. Maar daarna. Then you can go count it. Even kijken, kunnen we er naartoe? Nou, nee, we moeten naar die andere die erachter ligt. Dus we moeten wel vliegen, fuck. Dat is zeker dus toch niet geopend. Nou, oh wacht, misschien hebben we nou wel geopend. Nee, ik weet niet wat. Welcome. Please select an available travel route. Ik moet er allemaal van een draad uit de neus hangen. Ja, ik heb 36 door het koorts. Ja, dat is eigenlijk om elektroden op te sporen die heet zijn. Maar ik gebruik hem ook voor mijn eigen gas om koorts te meten. Ik ga geen aparte thermometer daarvoor aanschaffen. Nou, dan gaan we even naar het robotje. Ze staat daar verderop. De PH4 in Linux, oftewel LNX. En we gaan even hebben weer eentje stilband om gegooid. Oh. Kleuters. Dit gaat lang duren. Maar ja, ik ga hem niet versnellen, want dat kan ik wel versnellen. Zo. Nee, Vee. Yes. Ja, je kunt daar terecht komen omdat je vals gespeeld hebt.
toko yeliska chanada, pumpo kompu ni. Mokili maklunka ni ata mupa pushudi. Hey, they just like me. Mopi pod mualia bedwana ni bopo chicho baguma. Shu balababu ni kupa tom ti tok makichisa. Oh, cheating. Mokili maklunka ni ata mupa pushudi. Ompi pod mualia bedwana ni bopo chicho baguma. Is hopada no pachonki faguta ji oto. Ita chopachawa aita. Ki asa do punyo liste buta, se goto do muti. Dat maakt niet uit wat je kiest hoor. Manama ik probeer steeds andere dingen te zeggen, te kijken of wat verandert, maar dat verandert niets. Kipuna mali tuta admishla kabanata sema. Kotola do bata duana wanki, slimo po yatuka changa. Jiliska chananga wan in chi kospa inegu dad e. Jitoko yiliska chanaga, bumbu kumbu ni. Mi bunawa twipi de, pakakwa wana wanga. Kapatanka, chisha bichi wonki ki ato cha. Chihalukta chabat I gafsta undale. Kavaji oto takoka hota nupis to pompa wula. Rundi kapau kyotapa bobande baka morishanata. Putula musta wograni tampio tu pushi wampa. Wawana kumulira. Bafopa ji wanta humpa muli ra bumpa wula. Jitoko yaliska chanaga bumpa kumbu ni. Nakwa noya choski noya chuk chuso ya mata chitoya. Kiasa do punyo liste buta, se goto do muti. Oh, that clean is good. Kiko upo kili wata bungi toga patado wata. Yep. Mi bunawa twipi de pakbatwa wana wanga. Kipuna malituta admishla kaba natase ma. Pachimiki. Waza wa ota spi yoin. Ik probeer het gesprek zo snel mogelijk te gaan laten gaan, want nu gaat ze dan afbreken naar het einde. Want je kan nog heel lang doorgaan met de... Nou, ze is nu je tijdelijke companion. En jou ook. Ik heb een heel lang companion. Nee, het is nog niet eens anders, want ik heb nog een paar robots ook. Maar die wil ik echt wel weghalen. Ik had waarschijnlijk haast met deze karakter destijds om te gaan spelen. Er zijn geen players hier. Nee, oh, jawel, Kim. Kunnen we jou spelen? Nee, jou? Nee, oké, nou, broeder, kaas. Een kaasbroodje. Lekker. Op haar wel vrij, dus je is heel bijzonder. Maar ik ga deze video, en dan ga ik, dan laat ik hem uploaden, en dan ga ik mijn dit weer opzoeken. De kogel staat op 21 graden. Het is warm in huis, maar ik heb het ijskoud. Ijskoud. Oh. Morgen ga ik me laten testen, want
Vrijdag kregen we de melding dat mijn voorman corona had. En daar ik met mijn voorman vrijdag samengewerkt heb. En we eigenlijk dicht bij elkaar stonden. Ben ik bang dat ik het ook heb gekregen. Ondanks dat ik prik ben. Gestoken. Het voelt niet, het voelt gewoon als een verkoudheidje. Dus ik denk niet dat het zo goed is. Nee. Ik heb de eerste twee golven heb ik al overleefd. Dus wat toevallig zijn dat ik het niet meer. Maar ja, voor de zijkant had ik nog nooit toch te checken. Maar ik wil weer gaan werken, want ik ben nu 2 dagen thuis. Ik ben donderdag naar huis gegaan. En het is nu zondag. Dus ik denk dat ik morgen na het testen. Als ik niet positief test, dan ik gewoon. Als ik geen corona heb, dan ga ik naar mijn werk. Oh, we kunnen vliegen hier. Oh man, alsjeblieft, heb je ze? Nee. Waar kunnen we naartoe teleporteren? Moet sneller gaan. Oh, hier kan ik mee parachuten. Mooi, we hoeven niet te rijden ook. Haha, dat scheelt weer. En dan moeten we nog naar twee andere planeten of 3 andere planeten of zo. Ik heb 2 dagen geleden gespeeld. De eerste keer. Toen was ik best wel niet lekker, maar ik voel me niet zo kut als ik me nu. Nexus Kogun komt hier dan gaan we daar op naartoe. Doe ik moeilijk. Nou. Zo lekker jongen, ik kan dat ding blijven gebruiken. Ik heb geen recharge time meer. Oh, heerlijk. De dag dat ik dat uitgevonden had, god, wat maakte dat mijn leven een stuk makkelijker. Ja, je hebt nu een skill krijg je. Dat je spelers kan scannen. Even kijken waar ze dat ze kunnen zijn. Nee, dat is hier niet. Nee, dat is hier niet. Deze gaan wachten erbij. Ik zal wat problemen krijgen met de derde. Nou, zit er. Tot hier is er geen gevecht. Je hoeft niet bang te zijn dat het gevochten wordt. Nou ja, bang te zijn. Ik vind het jammer. Want ik heb het liefst wel gevochten. Maar het is een quest van praat met die, klik dat aan, ga daarheen, klik dat aan, ga daarheen, klik dat aan, ga terug naar Shadar, ga teleporteer naar Rewaited en klik dat ding aan en poep, zie je compagnie. Maar dit maakt het langer duren. Ah, mijn prullenbakje pijl te laat met Sadoekies. Mijn bureautafel begint nu ook aan de ene kant een bergje te worden. Ik kan me daar even niks schelen. Dus deze video moet ik gedaan hebben, want ik heb geen zin om het morgen te moeten doen. Of overmorgen of wanneer ook. Want als je deze al een keer gedaan hebt, dan is dat eigenlijk. Het is accountgebonden. Dus je kan hem maar met 1 karakter ophalen. En als het goed is, komen ze dan bij je companions te staan. Die. Even kijken, laten we even snel kijken. Ah, oh nee, ik heb er nog niet, dus dat kan ook niet.
Mappie. Ja, we kunnen vliegen. Rijden. Normaal heb ik backpacks waar ik mee vlieg. Die heb ik bij deze nog niet gepakt, maar. Dat gaat vanzelf wel weer gebeuren. Mozilla. Ik heb de cover de cv aangezet. Het is nu 21 graden in huis en ik ben echt stervenskoud. Mijn kat ligt hier al op de grond. Als het koud is, is hij daar niet te vinden. Nu ligt hij daar gewoon te pitten. Ik kan het niet laten zien, maar mijn camera redt het niet. En nee, sidequesten, daar heb ik nooit van gehoord. Ja, ik heb er wel van gehoord. Ik heb het, zoals ik speelde spellen zo lang. Ik heb de quest al zo vaak gedaan dat ik alleen nog maar voor de main quest. En dit is ook een side quest. En de side quest van mijn companions. Daar ga ik ook altijd naartoe. Hier naar boven. De eerste keer ging ik naar beneden. Fout. Het is hier naar boven. Wauw, 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 wauw. En wat die mount is. Naar beneden. 1, 2, boom. Oh, hier. Ze zijn niet echt moeilijk te vinden, maar als je het eenmaal weet, dan is het vrij makkelijk. Oh nee, shift F, we gaan nou naar de planeet waar ik een bloedhekel aan heb. Kakkers. Het is dat mijn main quest me daarheen brengt, want anders heb ik daar nooit meer naartoe gegooid. Oh, wat een kakzooi zeg. Ah ja, ik kan wel die dame een keer... een beurt geven, dat is het enige voordeel, maar... Ik dacht dat het mijn vrouw waren, maar blijkbaar broer en zuster zijn, dus... En al was het een vrouw, een broer, mijn vrouw, had het me nog niks geschreven. Goh, wat ben jij gemeen. Mijn karakter is gemeen. Ik zal het zelf in het echte leven nooit doen. Want het is mij wel gebeurd. En sindsdien ben ik alleen en blijf ik alleen. En de waarde, het is zelfs twee keer gebeurd. Nou ja, voor mij is het lang leven de lol. Alleen is lekker alleen. Ik heb met niemand rekening te houden. Geen gezeik dat ik moet werken met de feestdagen of op zaterdag. Want dat is ook zo leuk te lopen zitten zeiken dat je dat doet. Maar als je een loonnemer binnenkomt, dan god, heb je veel op je rekening staan vandaag. Ja, dan loop je altijd zo te mopperen dat ik werk. Ik vier zelf geen kerst of Sinterklaas of wat ook, verjaardagen, noem het op. Ik ga zelden de deur uit, alleen voor gewoon werkverkeer en als ik boodschappen nodig heb. En dat meestal bestel ik nog online. Ik heb twee zoons op de wereld gezet. Ze zijn allebei volwassen mogelijk nu. Dus. Ik heb mijn plicht gedaan. De familienaam gaat voort. Oh, deze is lastig. We moeten even naar die twee rare gebouwtjes. Dan weet ik het wel vrij snel te vinden. Oh, we kunnen mounten. Wat is dit voor mij? Zo. Ik hoor een ambulance. Dan weet je hoe ik dat weet, dat het een ambulance is. Oh. Nee. Ongeval wegvervoer, hotel is kader, 600 meter.
Ja, glad, hè. Glad, 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 glad. Een gladiool. Daar zijn die gebouwtjes. En dan is het hier voorbij lopen. Zeg ik dat goed? Het is op een muur. Hier. Oi, 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 oi. Niet hier. Dan is het hier. Nope, not hier. Ah, man. Ik zei toch, die derde die gaat problemen opleveren. Ik weet dat het een buurtje is, 100 pro. Omdat ik daar de eerste keer met stom geluk tegenaan liep. Ik was al aan het zoeken, 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 dat is zoals ik nu doe. Maar ja, ik heb mijn hersenen die werken op momenteel voor een kwart geloof. Nee, het cirkeltje zegt toch dat het hier is. Ja, dat draait hier een cirkel. Maar je moet echt zo helemaal hier naar achteren rijden, want daar ongeveer deze hoogte hangt die waar die moet wezen. Dat zeg ik, dus als je dat niet weet, dan. Nee. Dan zoek je nu al zeker jagen de poppen. Ik had niet te gaan zitten. Blijf het zeggen. Ik ben gewoon mijn bed in moeten dagen. Maar ik wilde dat robotje hebben. Toen dacht ik, nee, laten we een Engelse versie maken. Nee, laten we een Nederlandse versie maken. Ja, dat was gisteren dan. Maar ik had beter gewoon witte kunnen duiken in plaats van liggen. Ja, ik kan nou niet stoppen, want we hebben twee van de drie, dit is de laatste die we nodig hebben, en dan gaan we de quest inleveren. Nee, hier is het toch echt niet? Wat? Eén moment. Hoe deden we dat ook alweer? Preferences. User interface. Met. Via. Ik moet niet de fles als ik al gevallen word. Dat weet ik zelf wel. Applaai. Nou, ik dacht dat er wat minder dingen op stond op de map. Maar nee. Je kan hem ook niet inzoomen en uitzoomen, die map. De tweede keer dat ik het deed, had ik een punt van herkenning. Dat ik dacht zoiets van, oh ja, daar is het. Of is het hier? Moeilijk bij te komen, dus het zou best wel eens kunnen. Ja. En terug naar Shadow. Nou is de quest bijna klaar, gelukkig. Oh, mijn
mijn handen zijn lekker wat ijspegels. Mijn lichaam lijkt wel een ijskast. Ik maak echt geen gein om mijn kachel staat aan. Dat wordt met de jaarrekening een lolletje. Maar ja, weg. Ik ga geen kou zitten laaien. Nog een antigenine zo altijd in nemen, dan ik onderzoek. Oh nee, eerst nog uploaden, maar ja, dan kan de computer al laten staan. Ik denk met drie uurtjes erop staat. Zo'n Nederlands als Engels. Mentol, oh, wat een verzachte keel. Oh, dat lijkt wel schuurpapier, serieus. Door al het niezen wat ik gedaan heb. En dat hoesten. Nou, niet zoveel hoesten, meer niezen. Oh, sorry voor het onderhoud. We gaan hierheen. Die had de voetjes ook, die oranje, jongen. Ik eet ze alsof het snoepjes zijn. Dan had ik geen kelpijn. Ik vind ze heerlijk. De groene ben ik niet zo'n fan. Sowieso de kelpjes de groen zijn. Ik vind ze niet lekker. Dit is de enige die ik eet. Dat is van die antafoet dingen. Fantastisch. Vehicle paths are currently open for business. Have a safe and pleasant stay. Ah, maar dan kunnen we teleporten. Nou. Mag niet uit. En ik was blij dat ik altijd eerst een stukje film, niet van de game zelf, maar voordat ik opgestart heb, om te kijken of het geluid werkt. Wat in dit geval niet het geval was, want ik had laatst mijn Oculus Rift op mijn neus, mijn VR-bril. En die heeft zijn eigen twee geluidsdingen voor invoer en uitvoer. Zodra ik hem uitzet, nemen ze hem over. En als je dan een paar dagen later gaat gamen, en je denkt, ga opnemen, dan heb je al een half uur zitten filmen. Dan kun je die film weggooien omdat er geen geluid op zit. Ja, dan denk ik hoor, dat vind ik niet erg, maar je hoort helemaal niks. Ik hou niet de gamegeluid. Dus. Nou, niet dat je nu wel hoort, want er wordt niet gevochten. Maar goed, Nou, je weet dat als het draait, dan is er altijd wel wat aan de hand. Een famous gambler. Biggest fan. Ik weet precies waarom die fan van hem is, want ik kan niet wat geld van hem maken. Hier, iets, Zo, en nu gaan we uit de omgeving scannen. Ik weet niet of het nodig is, maar ik ren altijd hier naartoe. Altijd, dat is de tweede keer, maar goed, altijd. En dan moeten we naar boven. Je kan als je wil nog valsspelers arresteren, maar ik heb er geen zin in, want ik wil het niet te lang maken. Ik wil door gewoon mijn bed niet. Maar dan moet je in die zijkamertjes kijken. Dan moet je, er staan spelers en dan, bij degene waarop je kan klikken, die kan je scannen en dan wordt hij gearresteerd door een robot. Gewoon een klein robotje.
weet niet of je er wat voor krijgt, want ik heb het niet gezien dat ik iets begrijp. Daarom vind ik het niet zo interessant om te laten zien. Oh, we moeten hierheen. De eindbaas. Maar dit is, van deze weg krijg ik een vervolg. Let op wat ze gaat zeggen. Yeah. Give me some time to analyze all of the code, then we can play the next hand. Dus er komt nog een quest na. Deze is nu gewoon je compagnon, maar je kan gewoon met praten. Wat je hiervoor niet kon doen. Dus zo haal je vee. Ja, ik noem de vee. Als compagnon binnen. Bedankt voor het kijken. En ik hoop je in mijn volgende video te zien. Moeilijk in Nederland. Doei doei.